Nou, ja. Ik heb mevrouw de Bie van de liftfabriek de trap even laten zien en het is geen enkel probleem. Mevrouw de Bie, juffrouw Isabel, de bekende popster. Neemt u mij niet kwalijk, ik sta dus, geloof ik, een beetje aan te staren. Beetje onbeleefd. Ik kan ook zo van me apropos. Bent u de Isabel van I Love You Too Much? Neemt u mij niet kwalijk. Ik ben... Mijn dochter is een enorme fan van u. Nou, dat komt dan mooi uit. Dan wilt u ons vast helpen. Zeg, wat kost zo'n liftje van u eigenlijk? Nou, dat is te zeggen. Kijk, het is een moeilijke trap. Hè? Echt een moeilijke trap. Ik zou zeggen... 6.000 euro. En als ik nou zorg voor de nodige reclame voor Trapgemak BV. Ik neem om te beginnen een leuke videoclip op zo'n trapje van u. En het wordt er wel zeker zo'n 20 keer per dag uitgezonden. Krijgen we dan korting? Dat is te zeggen. 20 keer? Ja. Per dag? Ja. 20? Ja. Ja. Per dag? Nou, dat scheelt ons aardig op het reclamebudget. Dan kom ik uit op 4.000 euro. U bent een echt zakenmannetje, vrouwtje, juffrouw, Isabel. Goed, mevrouw de Bie, zal ik het even uitlaten?